Surprising news from the Netherlands about football player Solomon Kalou. Er is beweging in de zaak Kalou, alhoewel de voetballer zelf niet wilde reageren. Vanmiddag is Solomon Kalou hier in dit gemeentehuis naar binnen gegaan om zijn paspoort op te halen. Helaas mocht hij van zijn adviseurs geen commentaar geven. Solomon Kalou va à la Coupe du Monde, mais pas avec la Côte d'Ivoire. Het voetbalnieuws in binnen- en buitenland is natuurlijk de zaak Solomon Kalou, want hij krijgt alsnog zijn paspoort. En dat is... De WK-finale Nederland tegen Duitsland staat op het punt van beginnen. De sfeer is echt fantastisch. Luister even mee naar de opstellingen. En daar is Kalou, de topscorer aan Duitse zijde met maar liefst 11 doelpunten. In korte tijd uitgegroeid tot de lieveling van onze oosterburen. En ja, je vraagt je toch af hoe minister Verdonk zich op een dag als vandaag moet voelen. Ja, het is super dat Kalou jetzt bij ons speelt. Danke Holland, danke Rita.